De provincie, de gemeente en de woningcorporaties uit het Gronings aardbevingsgebied gaan toch niet meebetalen aan de versterking van 1588 woningen in de provincie. Minister Wiebes verkondigde dat vanmorgen na een extra ministerraad. In totaal moet de regio een bedrag van 45 miljoen bijdragen aan de versterking van die 1588 woningen. Maar dit geld komt uit de in totaal 1 miljard euro die het Rijk en de NAM samen investeren in het aardbevingsgebied. Die afspraak is gisteravond gemaakt met minister Wiebes. De regio betaalt ook mee, dat is wat Wiebes vanmorgen zei. Dat zei hij vanmorgen, maar ik heb net begrepen dat hij dat ook weer terugtrok. Want het klopt ook niet, uit de provinciale nog uit de gemeentelijke begroting komt geld om deze woningen te betalen. En dat is ook wel zo fair, denk ik. Want dit is een probleem wat ons door de nationale overheid is aangedaan, om het zomaar eens te zeggen. En door de oliemaatschappijen. En het zou wat raar zijn als er regionaal geld in het oplossen van dat probleem zou worden gestoken. Dan betalen onze inwoners daaraan mee. Dat lijkt me niet de juiste manier. Dat vind ik wel een beetje teleurstellend eigenlijk. Dat fonds was bedoeld voor het perspectief van de regio. Daar zouden eigenlijk hele andere dingen uitbetaald moeten gaan worden. Dat wordt nu ingezet voor de versterking van woningen. Nou ja, als je dan de minister-president zelf hoort zeggen, geld is hier in het probleem niet. Nou, dan blijkt dat dus toch wel zo te zijn. Want dit is al een flinke hap uit die miljard voor over 10 jaar... die de provincie er weer bovenop zou moeten helpen. Nou, dat is al niet royaal. En dan ook de versterkingsopgave er deels uit moeten betalen, dan gaat het hard. De regio wil wel dat de inspectie van woningen doorgaat. De mijnraad wil daarmee stoppen. Het is wel goed om te bedenken dat dit een model is. En dat het een computermodel is op basis van types woningen. Dus het is ook nog wel goed om te kijken of dat model overeenstemt met de werkelijkheid die aangetroffen moet worden. En dat is ook de reden dat wij zeggen, je zou wel door moeten met de inspecties om te kijken of het ook daadwerkelijk die exacte woning versterkt moet worden, dan wel niet versterkt moet worden. Daar komt bij dat er ook nog een discussie is over het inspectieprogramma. Dat zou volgens de mijnraad ook stopgezet kunnen worden. Zij denken dat je nu op voorhand al kan vaststellen welk gebouw onveilig is en welke niet. Nou, wij denken dat dat dusver op basis van theoretische modellen nog nooit gewerkt heeft. En wij willen op zijn minst dat nog steeds steekproefgewijs gevalideerd wordt of dat klopt. Dus er zijn nog heel veel mensen die dat niet zeker weten. En bovendien, van al die woningen waarvan dan gezegd wordt, daarvan weten we dat ze onveilig zijn, ja, daarvan weten de mensen het zelf nog niet. Voor zo'n 5700 woningen geldt dat de bewoners zelf kunnen kiezen voor versterking. Hoewel de woningen volgens de norm veilig genoeg zijn. 2200 woningen worden verstevigd omdat de bewoners al toezeggingen hebben gekregen. Wat wij willen is dat onze regio weer toekomst krijgt en dat mensen zelf over hun omgeving kunnen beschikken. Dus daar hebben we natuurlijk ook nog wel wat eisen liggen die ingewilligd moeten worden. Dus nee, we zijn er nog lang niet. We zien dat de beslissingen natuurlijk steeds weer uitgesteld worden. Dat was de afgelopen periode ook zo en dat zie je nu ook weer. En er is nu uiteindelijk is het maar een klein deel besluiten, 1588, wat nou genomen is. Maar de rest moeten we dan allemaal nog maar weer zien. Het vertrouwen van de Groningers in de politiek is er niet groter op geworden. Met mooie woorden, mooie plannen herstel je dat vertrouwen ook niet, denk ik. Dat vraagt echt om daden. En daden die kun je alleen in de praktijk laten zien. Dus dat zal de komende jaren moeten blijken. Ik denk dat pas als we 5 jaar lang het helemaal goed gedaan wordt, dat je dan een conclusie kan trekken over, komt dat vertrouwen weer enigszins terug. Maar met mooie woorden van de minister of prachtige beloften van wie dan ook, vertrouwenwekkende woorden van mij, ben ik er niet van overtuigd dat vertrouwen terugkomt. Er moeten echt dingen voor veranderen in de praktijk. Ik vind het wel heel pijnlijk dat we dit nog steeds weer stukje bij beetje los moeten knokken. Kijk, die 1588 had gewoon 4 maanden geleden door moeten gaan. Hij gaat nu door, maar we hebben 4 maanden een hoop ellende over ons heen getrokken. En uiteindelijk moet er dan iemand anders gaan zeggen, ja, weet je, als je afspraken maakt, dan heb je die na te komen. Dat was 4 maanden geleden ook zo. En nu doen we het alsnog, maar dan moeten we daar zelf ook nog een deel aan bij gaan betalen. En zijn we een hoop ellende verder. Aanstaande donderdag debatteert de Tweede Kamer over de kwestie. En dat debat wordt door het Groninger Gasberaad live uitgezonden in de Euroborg. De zaal gaat open om 2:30.